Morgen, het is vandaag, of wellicht. Het is vandaag maandag. Ik ben mijn aan het klaarmaken, want ik heb ze afgesproken met vriendinnen. Het is vandaag tweede paasdag, dus ik ga lekker lunchen met vriendinnen voor Pasen. Paasbrunchje. Maar ik moet eerst even naar een BMW specialist bellen, want mijn auto moet nog steeds gefixt worden. En het is vandaag maandag, ik kon het weekend niet bellen. Dus dat ga ik nu even doen. Daarna ga ik even mijn haar doen en een outfit uitzoeken. Ik heb nog maar een half uur eigenlijk in totaal. Dus ik moet ook wel een beetje opschieten. En dan moet ik richting Alexandrium. Ik ga eigenlijk mijn haren los doen. Maar omdat ik het een paar dagen niet heb gewassen. Moest ik het eigenlijk vandaag wassen. Maar dan was ik niet aan toegekomen. Tenminste, ik ben daar nu te lui van. Ik heb het heel warm. Dus heb ik het maar vast gedaan. Ik heb een outfit aan. Van LA Sisters. Ik heb gewoon... een jurkje aan van LA Sisters en schoenen van boohoo.com. Dit is een beetje mijn outfit van vandaag. Gewoon lekker simpel. Super lekker weer. Ik ga ervan genieten en ik ga lekker zon op het terras. Inmiddels in de OV. Meter onderweg naar Alexandrium. En zoals je hoort is het fucking druk. Heel irritant. Kan eigenlijk niet. Naar Alexandrium. Ik ga daar lekker lunchen met Marinke en Honey. Ik heb er echt heel veel zin in. We proberen om de zoveel tijd met z'n drieën of te gaan lunchen of dineren of gewoon lekker een terrasje te pakken. Want we zijn dus aangekomen bij Alexandrium. En het is hier een soort van afgezet. Dus je moet door zo'n gangpadje heen lopen. We zijn hier aan het verbouwen. Ik ga nu even naar Laplace, want wij zijn van plan om lekker op een terrasje te gaan zitten daar. We gaan eigenlijk naar Ekmerkje gaan. Maar ze hebben geen terras en het is super lekker weer. Ik ga absoluut niet binnen zitten. Ik was het helemaal vergeten, maar ze hebben hier gewoon Five Guys. Oh, wat lekker. Maar wat ik wou zeggen. Esty appte mij net van waar ik ging eten vandaag. Want ik ben alleen en Esty heeft de clipshoot. Dus we gaan samen eten. Maar ik heb mezelf echt beloofd dat ik echt, echt gezond ga eten vandaag. Want ik heb de laatste drie dagen echt zo gezond gegeten. Ik zit inmiddels bij Laplace. We hebben even ons eten gehaald. Ze komen dus wel aan met hun eten. Ik heb een waterdozen besteld, gepakt. En een kleine slaatje. En ik krijg zo even mijn biefstuk nog. Want normaal verkopen ze altijd biefstuk met friet op aardappelen. Het is gevaarlijk hè, die jongetjes. Ja. Zijn ja, maar ik heb gevraagd of ik er een kleine slaatje bij mocht in plaats van friet. En dat mocht. Ze hebben slaatjes genomen. En Honey was absoluut niet gierig om het opscheppen hoor. Nou, ik heb een biefstuk. Ik heb een biefstuk opgehaald. Ziet er lekker uit. Ik ga even genieten, jongens. Waarom lach jij? Wat heb jij gedaan? Nee, goed met je. Je weet precies dat ik te veel heb opgeschreven. Zij heeft mijn mini saladebol gepakt. Om haar mega grote salade. Medium, hè? Ik zei nog dat ik heel erg gezond ging eten vandaag. Maar er is blijkbaar een actie bij Laplace. Waarin je dus een gebak mag uitkiezen met koffie of thee voor een euro. Nou, sorry, maar we kunnen niet nee zeggen. Ik heb een wortelcake. Ze heeft een kokoskoekje. Kijk haar taart. Nee, gewoon niet weer, hè? Kijk wat zij krijgen. Ik heb het gewoon gekregen. Je hebt gewoon gevraagd. Geef toe. Ik heb het niet gevraagd. Jij bent echt mooi, hè? Oh, ik ben net lekker thuis. En mijn katjes gaan naar buiten. Vind jij leuk, hè? Dinari ook naar buiten. Ook naar buiten. Dinari ook naar buiten. Mag wel. Mag wel. Kom maar mee. Zullen we samen even lekker buiten zitten? Zal ik water voor jullie halen? Kom. We gaan lekker chillen buiten. Oh, wat lekker zeg. Oh, lekker hoor. Ik ben dus net thuis. Het was echt super gezellig. We hebben echt veel langer gezeten dan we hadden afgesproken. En ja, het was gewoon super gezellig. Lekker weer. Maar ik heb er echt van genoten. Ik vind met dit weer moet je er echt van genieten. Lekker op het terrasje zitten. Tenminste, als je vrij bent natuurlijk. Als je ziet, kom ik net uit de douche. Oeh, ik had het echt opeens zo warm. Ik wil echt zo graag douchen. Ik heb even gewerkt, maar ik moet nog mijn vlog editen. De rest heb ik al afgerond, gelukkig. Maar ik had echt zo warm. Ik wil echt gelijk douchen. Ik heb er even een half uurtje onder de douche gezeten. En ik heb even een videootje gekeken. En het was heerlijk onder de douche. Ik heb ook echt het gevoel alsof ik bruin ben geworden. 2 uurtjes dat ik net even op terras zat. Dus
Perfect, ik heb mijn vitamine D ook weer binnen. Ik ga nu even snel mijn haren doen, want als het opdroogt kan ik het niet meer fixen. Moet ik even snel doen en dan ga ik even een luchtig jurkje of zo aandoen. Dan ga ik nog even aan het werk, want ik moet mijn vlog nog editen. Daar ben ik nog niet aan toegekomen. Ik praat weer heel snel, sorry. Ik weet niet of jullie dat ook hebben, maar ik heb altijd vriendinnen die onbereikbaar zijn. Es had me een uur geleden nog geappt van wat wil je eten en bla bla bla. Want we gingen zogenaamd vandaag wat doen. Ik weet niet of het doorgaat, want ze is weer onbereikbaar zoals altijd. En net heb ik haar gewoon zo'n 3-4 keer gebeld. En het is opeens verdwenen. Opeens bestaat ze niet meer. Oh, ik vind het echt zo irritant. Sommige mensen hebben zeg maar gewoon een telefoon, maar gebruiken het niet ofzo. Waarvoor heb je een telefoon als je er niet op kijkt? Hoe kan je een uur lang zeg maar niet op je telefoon kijken? Dus als je nu kijkt, ik ben echt fucking boos. Nu weet ik dus niet wat ik straks ga doen, want het kan al zo zijn dat ze weer in slaap is gevallen. Dat was gisteren namelijk het geval. Jongens, jullie gaan het niet geloven. Ik heb eindelijk een bericht gekregen van Esmee, maar nu laat ik haar wachten. Ik ben echt zo, hè. Nu moet ze even maar even een half uurtje wachten. Ik ga even lekker voor de deur even chillen met mijn katjes. Kom dan, schatje. Oh, ik ga zo genieten van dit weer. Want ik denk, volgende week wordt het weer kouder, heb ik gelezen. Oh, ik vind het zo lekker. Ze heeft dus mijn haarproducten meegenomen voor zijn clipshoot blijkbaar. Dus ik heb eigenlijk alleen maar een leave-in conditioner. Oh, ga je toch naar buiten? Ga je toch naar buiten? Ik heb alleen een leave-in conditioner voor nu. Dus daar moet ik het even mee doen. Ik hoop dat mijn haar er dan wel een beetje fatsoenlijk uitziet. Dat zie ik zo wel. Ik heb mijn haar gedaan. Waarschijnlijk zien jullie het verschil niet. Maar ik zeer zeker wel. En het voelt ook heel anders aan dan normaal. Maar goed, ik heb het uiteindelijk gedaan. Ik heb het heel erg warm gekregen nu. Oh, ik heb me alweer omgekleed en klaargemaakt. En ik merk dat ik dus met dit weer gewoon meer mijn best doe om er goed uit te zien. Ik weet niet. Opeens heb ik allemaal jurkjes uit de kast gehaald en weet ik veel. Ik heb nu het jurkje aan van Chicwell, die ik laatst binnen heb gekregen. Hij schijnt iets door. Ik heb een andere jurkje aan, omdat deze toch een beetje doorschimmert. Toen dacht ik, ik heb gewoon echt zin om een witte jurk aan te doen. Ik heb soms echt gewoon die moods. Haltjes aan van Boohoo.com. En deze zijn echt zo fijn. Ik vind het echt een heel leuke match ook. Mijn kindjes in slaap gevallen. Oh. Ik ben de vlog voor vanavond aan het uploaden. En ik heb even een paar stukjes weggeknipt. Want hij doet al best wel lang. Dus ik heb een paar stukjes weggeknipt die ik niet zo belangrijk vind. Zodat hij ook sneller kan uploaden. Want ze is er zo met 10 minuutjes. Dus ik hoop het te redden. De outfit. Het is echt zo'n ongelooflijk lekker weer. Niet normaal. Ik zit inmiddels in de auto met S. En wij gaan nu naar Zoetermeer. We wilden eerst naar Hebben Italië, wilden we gewoon een salade eten of zo. Maar ik heb al de hele dag gewoon zin in een zandtartaar of iets in die richting. Dus we gaan misschien naar Brechtje, zo'n proeflokaal. Maar dat is zo toch? Een ja, ja, ja. En dan kan je gewoon een 3-gangen menu volgens mij eten voor 15 euro of zo. Ja, zoiets. Het is echt heel goedkoop en best wel lekker. Dus we gaan kijken hoe het eruit ziet daar en of daar wel überhaupt een terras is. En dan gaan we waarschijnlijk daar eten. Zo, wij zitten inmiddels bij Brechtje en dit is het voorgerecht. Ik ga natuurlijk geen brood eten. Yes, thank you. We zijn voor een tussengerecht gegaan in plaats van een nagerecht. We wouden niet een toetje eten nog vandaag. En wat ik weer beef was er nou? Taktaki. Zo, mijn hoofdgerecht. Ik heb lekker zalm met groenten. En S heeft een hamburger. We zijn inmiddels aangekomen bij Esmee thuis. We hebben gegeten en wij gaan nu hier chillen. Ik heb lekker mijn kleren uitgedaan. Ik heb een badtest gekregen van Esmee. Het is echt zo lekker chill. En wij gaan lekker op het balkon. Gaan we lekker koffie drinken. En Kentje is aan het eten. Oh ja, mooi. Wij gaan lekker op het balkon zitten. Doen we denken aan vorig jaar tijdens de zomer. Dat was echt zo chill. Kijk hoe schattig het balkon van Esmee is. Ik weet niet of jullie het nog weten van vorige zomer. Maar kijk dan. Schattig, hè? En straks is het helemaal alleen met die lampjes aan. Ja, oh ja. Lampjes ook. Zijn die lampjes nog op je balkon? Ja, alleen kijk, daar hebben ze geen mooi zicht mee. Kijk, ja, nee. Het moet iets donkerder nog worden. Kijk, wij gaan chillen, jongens. Ik doe even slippertjes aan voor ik ergens een trap. En dan gaan we lekker chillen. Ik ben echt zo aan het genieten van dit weer. Niet normaal. En S gaat dus over 2 weken op vakantie. Dan laten ze me dus weer stikken. Wanneer gaan best wij friend forever. Wanneer gaan wij op vakantie, zei je? Ja.
Waar gaan we nog? We moeten even een trippie maken. Nou, je hoeft niet zo lelijk te kijken. Dan ga je toch niet. Waarom heb je mij dat niet meegevraagd? Girl, ik heb jou al gezegd. Nee, naar Mallorca. Wil je echt zo? Ik zou als je kijkt, ik ben gemeen en het is mee ook. Je bent echt zo lelijk, hè? Ja, nu ben ik alleen hier voor 5 dagen weer. Ik ben helemaal verdrietig. Oké, wil jij een sterke koffie? Of wil jij niet zo'n sterke koffie? 3 keer raden. Sterke koffie. Inmiddels is het alweer 12:30. Dus ik ben toch best wel lang gebleven bij S. En ik word nu pas opgehaald door Nessie. En omdat ik geen auto heb, moest ik even wachten tot Ness mij kan ophalen. En die komt van clipshoot. Dus dat duurde wel even. Maar goed, hij staat beneden. En ik ga snel naar beneden toe. Ik was inmiddels opgehaald door Nessie. Toen zijn we naar huis gekomen. En toen hebben we even gekletst. Toen zijn we in slaap gevallen. En Nessie slaapt nu. Toen ben ik wakker. Toen dacht ik, ik moet even nog een vlog afsluiten. Ik ga denk ik nog even een theetje drinken voor slapen gaan. En dan ga ik even rustig gaan naar bed. Ik hoop dat jullie deze vlog een beetje leuk vinden. En ik zie jullie morgen weer.